De schorsing van DSB-directeur Sigmund Proeven, opgelegd door de RVC, is gisteren met onmiddellijke ingang opgeheven en wordt als nimmer te zijn gedaan, aangemerkt. Dit staat in een gezamenlijke verklaring, ondertekend door president-commissaris Steffen Smit, waarnemend DSB-directeur Hanna Liuhi en Proeven. De RVC benadrukt dat elke indruk die bij het publiek kan zijn ontstaan dat Proeven malversaties of frauduleuze handelingen zou hebben gepleegd, onterecht en onjuist is. De RVC en ex-directeur Proeven hebben nader overleg gepleegd over de recente ontwikkelingen bij DSB. De RVC en de bank betreuren het dat deze ontwikkelingen voor onnodige onrust hebben gezorgd in de gemeenschap. In het belang van de bank en allebei de bank betrokken stakeholders, te weten de klanten, de werknemers en de aandeelhouders, hebben de RVC en Proeven ook besloten tot beëindiging van het dienstverband. De dienstbetrekking wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. Partijen zullen met betrekking tot deze aangelegenheid geen nadere mededelingen doen. De bank vertrouwt erop dat in alle rust verder gewerkt kan worden aan de verdere opbouw van DSB.